Mijn naam is Danny Baken. Samen met mijn echtgenote Christine Pabels hebben wij ons geëngageerd sinds 2009 om mee in het verhaal van de Heemkring te stappen. De bedoeling is dat we een tentoonstelling voor Erfgoeddag organiseren. En dat is getiteld Schellebellen School. Het gaat dus eigenlijk over de scholen van vroeger en nu. En we proberen de link te leggen hoe dat vroeger de school eruit zag. Hoe dat men speelde, bij wijze van spreken, op de koer. En wat je nu zou zien. Dus de link zouden we perfect kunnen leggen met hinkelen en met de tol spelen. En nu zouden we daar ook nog een gsm kunnen naastleggen. Want alle elektronische spelletjes staan tegenwoordig op de gsm. Dus in de link proberen we eigenlijk tentoon te brengen in die tentoonstelling. We gaan twee klasjes maken waar je echt kunt binnenstappen in de tijd van toen en in de tijd van nu. En als je daar buiten komt, ga je normaal allemaal de klasfoto's zien. En er wordt een film afgespeeld van vroeger schoolfeestjes. De koningin die op bezoek geweest is aan het school. Zowel van het klooster als van de gemeenteschool. We nodigen ook de scholen uit, omdat het ook wel interessant is voor de kinderen dat ze echt duidelijk het verschil zien tussen vroeger en nu. En we gaan daar proberen van een wedstrijdje aan vast te hangen met vragen en die ze moeten oplossen in verband met de tentoonstelling. Eigenlijk hebben we foto's vanaf 1914. Zo gaan we ook naar jongere foto's. De leerkrachten bijvoorbeeld van in de gemeenteschool. Juf Magda, meester Bouwens. Dat waren mijn leerkrachten. En zoals hier, een foto van mij en mijn zus op het paardje. Dus, vroeger werden de klasfoto's gemaakt. En toen bracht de fotograaf een paardje mee, zoals je hier ziet. En dat was dus echt wel een groot evenement. Dus ieder jaar komt datzelfde paardje terug. Ik denk dat heel veel mensen dat heel interessant gaan vinden dat ze hun eigen nog eens terugzien. En ook vroegere klasgenoten, de vroegere schooljuffen van toen. Het is toch altijd een beetje nostalgie als je zo kunt terugkijken. We doen ook heel veel zelf. Een vriend van ons heeft zelfs die kap gemaakt, zodat we dat konden maken samen met mijn kleindochter. Ja, we hebben allemaal ook kunnen realiseren door het subsidies van Dijk 92. De bedoeling van dat bord is gewoon omdat er een beetje een blikvanger voor aan de deur, om de mensen toch nog een beetje naar binnen te lokken.